en spierwitte lucht, totaal sneeuwwitjesdag. Betaald door de EU en de UN. En al het Marrakesh-pact, jongens, oh, de mensen pikken het niet meer, ze worden er doodziek van. Vreselijk, biljoenen gaat het kosten, biljoenen. Aan vreemden, aan mensen die dieren hadden. Totale afbraak van wat we hadden. Vreselijk. Nou, in Frankrijk hebben ze het helemaal gehad. Dan zijn ze al meer dan 6 weken aan het demonstreren. De politie is helemaal uitgeput. Ze trekken het niet meer. Dus het moet een uitputtingsslag worden om een beetje invloed te... En toen zeggen ze, ja, jullie krijgen allemaal 100 euro erbij bij het minimum jeugdloon. Maar volgens mij was die uitdrukking, let them eat cake, niet zo verstandig. Dus, als er iets in het buitenland gebeurt, dan moet iedereen opstappen. Maar gebeurt in Europa, dan mogen ze allemaal blijven zitten. Macron. Nou ja, toch niet te geloven, die man. En zelf is het een miljonair. Eentje van de Rothschild. Dus ik ben het helemaal gehad met al die ideeën van hun, met die EU. En de commissie van 10 in Brussel. Vreselijk wat ze allemaal over ons uitstorten. Privatiseren is goed. Nou, Pim zei dat het niet goed was. Nou, dat heeft hij geweten. En die joint fight strijken. Overal mag iedereen zijn schroefje gaan bouwen. En als er één fabriek wegvalt, dan vliegt die niet meer. Grappig. Staan ze aan de grond. Met hun projectjes. En ze dachten dat ze het erdoor konden drukken, de Marrakesh deal en de VN, met dat tering gedoe van hun. Zo van, weet je wat, de bevolking kan toch niks doen, drukt er gewoon door. En over 10 jaar weet niemand er nog wat van. Nee. Kinderen, de leraren zijn al tekort, 1 dag minder naar school kunnen de kinderen. En er komen miljoenen mensen bij, nou zo'n 500.000 mensen zijn er al bij gekomen. Daar hebben we niet eens ruimte voor. Alle huren gaan omhoog. Je betaalt je rot aan de zorg en je krijgt er niks voor terug. Je mag je mening niet meer uiten van de Marrakesh deal. Dat noemen ze dan hate speech. Dus je mag geen kritiek meer uiten op hun ideeën en wat ze allemaal uitspoken. Ook roven ze de hele boel leeg. Verkrachten ze kinderen, noem het maar op. Krijgen ze nog korting ook van de rechters. Anders konden ze niet blijven in dit land. Gehandicapt meisje. Zielig, hè? Maar ja, kun je zien hoe lief de rechters zijn. Lief, hè? Zijn de rechters. Ja, die hebben wel begrip voor de nieuwkomers. Maar de mensen die het moeten betalen, dat zijn in één keer nazi's uit de bakken. Dus ik ben het helemaal gehad. En moet je zien, wat een lucht, jongens. Dat is toch niet normaal? Moet je zien, spierwit. Totaal wit. Kan toch niet? En niet één keer. Meer dan een maand lang. Het is nu volgens mij 23 december. Dus ze gaan maar door. En ondertussen gaat Rutte vertellen dat de vaas is die breekbaar is. Een vaas die breekbaar is, we worden leeggeroofd. Weggeprivatiseerd. Hier, daar hoor je er weer een. Zo'n stoommachine. Oh, gaat hij er ook nog even doorheen lopen brommen. En ondertussen sterft alles weg, hè. Alle insecten weg, alle vogels weg. En alleen maar megastallen worden straks. Mais, megastallen, mais. Stront. Oh, gewoon een bergen met stront komt er op ons af. En al dat dierenleed. En weet je wat weet ook zo erg is? Al dat bloed, hè, wat uit die beesten loopt, dat vangen ze op. En dan maken ze bloedplasma van. En dat spuiten ze weer terug in je vlees. Terwijl als je lichaam ziek is en heeft afvalstoffen in zijn lichaam zitten... Of stress, dan doet hij dat via het bloed weg, in ieder geval weer transporteren. Maar nu wordt het gewoon weer teruggespoten, dus al die mensen worden allemaal ziek ervan. En Monsanto zit erachter, hè.
Dus je weet wel wie Monsanto is, toch? De grootste diervoederproducent van soja in de hele mikmak van de wereld. Met hun glyfosaat en hun neonicotines. En ondertussen spuiten ze alles kapot. En ze hoeven het ook niet te vertellen dat het erin zit. Want de dieren hebben het opgegeten en dan is het alweer weg. Ja, ja. En de Wereld Voedselorganisatie heeft gezegd dat ze 800 deeltjes vinden. En één deeltje per biljoen is al genoeg. Hey, ik zie een heel leuk katje. Kijken of ik hem in kan zoomen. Daar zit hij. Leuk, hè? Nou. Zo. Dus mensen spuiten weer de hele dag dicht, hoor. Dag in, dag uit. En iedereen zit binnen. Ramen dicht. 'S Avonds gaan ze zitten ook niet meer naar buiten. Het is net een spookstad. Nou, dat was hem wel weer. Toedeledokie.